Mensen zijn op zich al heel zwaar aangepakt door sociale media en dergelijke meer. Dat is op zich al een straf die ze eigenlijk al gekregen hebben, ook al zijn ze nog niet door een objectieve en onafhankelijke rechter beoordeeld op hun rol in de zaak. Dus ik denk dat dat absoluut geen goede evolutie is. Mag je eens vragen? Ja, zeg mij ook anders. Waarom vecht je je uitlevering aan Nederland uit? Alsjeblieft. Waarom ben je niet gewoon in Nederland? Wij moeten om 9 uur binnen zijn. Okay? Ja, maar wacht even mevrouw. Waarom brengt u zo niet gewoon zelf naar Nederland? Je hebt toch iets vreselijks gedaan? Ja, zeg je om. Spitswerker in de camera in het water. Waarom vecht je nou tegen? Waarom ga je niet gewoon naar Nederland toe? Waarom vecht je dit tegen? Heb je wel eens aan de slachtoffer gedacht? Waarom ga je niet nou als een man naar Nederland toe? Wel een jongen met z'n allen trappen, maar niet de consequenties dragen. Waarom ren je nou weg, joh? Kom eens hier, Brent! Brent, kom eens even hier, joh! Lafart! Kijk, daar gaat Brent dus! Kom nou even, joh, hé! Hey. Brent, kom nou even! Nee, dan willen we weten waarom je dat doet, joh! Kom eens even! Brent, even één woord. Waarom heb je het gedaan, joh? Waarom heb je het gedaan? Brent, zeg even. Zo, je hand ligt helemaal open, joh. Heb je weer lopen vechten, jongen? Waarom ga je niet gewoon naar Nederland? Wat heb je nou gedaan, joh? Rustig, niks zeggen, jongen. Niks zeggen? Niks van aantrekken van die mannen. Niks van aantrekken? Wees nou een man, ga lekker terug naar Nederland. Wat je daar gedaan hebt, kan toch niet? Brent. Nou, dat was Brent Leijsen dus. Wie bent die hier verantwoordelijk in de pakt? Toch gaan we op de brug staan. Moeten we op de brug staan? Ja. Waarom dan? Ik heb nog wat binnen. Ismaël. Ismaël. Ga je naar Nederland of niet? Ismaël, waarom ga je niet gewoon naar Nederland als je niks gedaan hebt? Mevrouw? Ah, daar gaan twee jongens al, jong. Hé, jongens, kom op. Wanneer ga je naar Nederland? Ismaël, als je niks gedaan hebt, kun je toch gewoon even aangeven? Die man heeft zich aangeboden bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Zoals elke rechtgeaarde burger dat moet doen. Dus die heeft daar zijn verklaring afgelegd. En Nederland zou misschien eens moeten trachten om op een objectieve manier naar deze zaak te kijken. Het onderscheid te maken tussen de mensen die ofwel feiten gepleegd zijn die gekwalificeerd kunnen worden als poging doodslag. Ofwel, en dat geldt voor mijn cliënt, feiten gepleegd hebben die gekwalificeerd kunnen worden als schuldig verzuim. Jori, wat heeft de rechter gewoon beslist? Zeg eens even wat, joh. Ga je niet aan het Nederland uitgeleverd worden, ja of nee? Heb je nou spijt van wat je gedaan hebt? Heb je spijt van of niet? Jori, zeg eens even wat, joh. Hey. Bang voor die uitlevering? Iedereen wil graag weten hoe het nou zit. En jullie houden jullie allemaal jullie mond. Dat is toch wel een beetje schandelijk. We laten het gerecht zijn werk doen. Het gerecht? Nou, dan moet je toch lekker naar Nederland toe om daar berecht te worden? Ik laat het gerecht zijn werk doen. En de ouders nemen ook hun verantwoordelijkheid niet? Dat zeg ik toch niet? Dat zegt u. Wat vindt u dan van de actie van Brent? Wat vindt u ervan? Als moeder. Als Brent nou in elkaar was getrapt door een Nederlandse jongen, wat had u dan gewild? Dat die Nederlandse jongen aan België uitgeleverd zou worden of niet? Moeilijke vragen, hè? Moeilijke vragen. Het simpele vragen van u. Ja, geef een antwoord dan. Nee. Meneer, u bent zijn vader. Waarom brengt u hem niet zelf naar Nederland? Mensen willen graag weten waarom je zoiets gedaan hebt. Dat kun je toch even zeggen? Brent. Nee.